Kijk of je een fout ontdekt onderweg. Ja, ik zie er eentje voor me staan. Jammer dit. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Plotwereld. Vandaag ben ik met een vrolijke berenassistent. En ben ik dit keer niet alleen, want de vorige aflevering was ik alleen. Maar ik heb gelukkig company, om het zo te zeggen. En het is niemand minder dan onze enige echte grote trotse beer, Hessel. Waar ben je, Hessel? Hier, boven. Waar boven? Hier. Waar zo? Oh, daar zo. Nou, onder het motto van Peter Koelewijnen, kom van het dak af. In dit geval, kom van het dak af. Ja, vang jij me op? Ja, is goed. Oké, okay, nou, kom okay. Maar. 3-2. 3-2-1. Zie je? Jullie beren kunnen dat gewoon. Jullie komen net als katten op je pootjes terecht. Ja, gelukkig wel. Maar dit is in ieder geval een plot van meneer Marnix 2904. Hij heeft ook een heel leuk mailtje gezet. En terwijl ik dat mailtje voorlees, gaan we in ieder geval de ingang zoeken van zijn plot. En dat is het volgende. Vincent, ik heb een plot voor jou en de kijkers gemaakt. Ik hoop wel dat je hem leuk vindt. Als je mijn plot gaat bezoeken, zou je dan een mailtje kunnen sturen naar blablabla. Dan kan ik er ook bij zijn en de attracties besturen. Nou, ik heb in ieder geval nu een heel leuk berenvriendje. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik hoop dat je een leuk plot vindt met magische groet Marnix. Nou, bedankt Marnix voor in ieder geval je inzending van het plot. Er zijn heel veel mensen nog steeds die het niet snappen hoe ze een mailtje moeten sturen. In ieder geval over een plot. Gewoon op de website droomkracht.nl/VIP kan je in ieder geval, als je een plot hebt gebouwd bij ons in de creative server, kan je die aanmelden. En wie weet, wow, dit zweeft trouwens, hè? Zo zie je dat? Magie. Een magisch blokje. Ik zal hem ondersteunen met die slap daarbij, zie je het? Goed zo. Gewoon een beetje steviger. Maar in ieder geval, als je een plot hebt gemaakt, vergeet niet de coördinaten goed in te vullen. En dan kan ik in ieder geval op de juiste manier jouw park vinden. Nou, dit is een website, fantasticlanddc.weebly.com. Dat is de website die hij ervoor heeft gemaakt voor dit park. En we hebben in ieder geval een ticket gekregen, de Fantastic World ticket. Heb jij die ook? Ja, die heb ik. Ik heb zelfs twee. Ja, heb jij een Olaf-ijsje? Ik heb er ook twee. Oh, nu heb ik er drie. Ja, hier, dat is eerlijk verdeeld. Ik wil ook een Olaf-ijsje. Hoppakee. Oeh, hij lijkt ook een beetje op Olaf, hè? Zie je dat? Klein beetje, ja. Ja, klein beetje, ja. Oké, we gaan eens kijken hier binnen. Dit is een winkeltje. De directeur is Marnix. Van de ICT-afdeling hebben wij Jackboy 018. De hoofdtechniek is Pantherboy 900. Medewerker Floris, een bouwer, wordt gezocht. En helper is ook ProGamers YouTube. En we hebben hier de attracties, de Powershot, de Fantastic Tower, de Wooden Coaster, de Speed Mountain, de Oude Mijn en Fantastic World. Ja. Nou, ik ben dit keer niet in mijn shaders mod, omdat ik in de vorige commentaar had gelezen, in de vorige video zeg maar, dat mensen het een beetje irritant vonden. Dus ik doe het nu gewoon een keer normaal opnemen. Als jullie zoiets hebben, Vincent, doe gewoon weer volgende keer met shaders. Laat het weten in de comments beneden, Vincent. Want dan ga ik gewoon met shaders opnemen. Ja. Heb je nog wat leuks gevonden? Een quiz. Is dit een quiz? Zoek de vijf foute dingen in het park. Vijf rare of vreemde dingen te zien, zoek ze alle vijf. Oké. Okay. Begin de quiz beneden. Oh, dat is leuk. Een quizje. Daar hou ik wel van. Oké. Okay. Wie is de maker van het plot? Is dat Marnix of Floris? Wil jij een keer voor Floris gaan? Wat er dan gebeurt? Ik wil weten wat er gaat gebeuren. Oh. Wat ben barrier. Je? Barrier. Een barrier. Oh. Oké. Okay. Maak af. Speed. Auto. Mountain. Ik denk mountain. Heb je dat goed? Ja. Waar of niet waar? De Wooden Coaster heeft twee banen. Die hebben we nog niet gezien. Nee, die hebben we nog niet gezien. Zal ik er een schokken voor wel waar? Want ik heb het gevoel dat het twee banen heeft. Ja! Oh, nee. Verdient je plot een goudblokje? Nou ja, ik denk dat we verplicht naar ja moeten gaan. Hoppakee. Hey, ik kon ook door nee. Serieus? Ja, dit was de quiz. Hopelijk, ja, ik geloof je. Hey. Hopelijk was hij leuk. Doei, bye bye. Einde van de quiz. Hoppakee. En we gaan eens kijken, wat hebben we hier? Nou, dit waren de vijf dingen. Nou, dat was leuk. Ja, jammer. Wat hebben we hier zo? We hebben hier een attractie. Ik geloof dat dit een... Ik vind het grappig. Ingang van de crew. Uitgang. Fantastic World. Oh, kan ik dan via de ingang van de crew gaan? Ja, dat is goed. Ingang. Is dit een normale ingang dan? Of ik snap het nu niet meer. Oh, jij moet hem natuurlijk openen voor mij. Dit is de Fantastic World, een dark ride. Nou, dan wacht ik even tot Hessel naar het besturingshokje loopt. En dan gaat hij die deuren voor ons openen. Ik zie al een beetje lucht. Hij heeft ook allemaal leaves aan de bovenkant geplaatst. En ook allemaal glowstone. En ik zie wat wolkjes aan de zijkanten. En de deuren gaan open. En in ieder geval leuk aangekleed al. Ik denk dat dit een hele bijzondere dark ride geworden. Een hangachtbaan.
Of een hangachtbaan, een hangattractie natuurlijk. Okay, zo kom je er gezellig bij. Kan je inbreken? Oké. Okay. Ik denk goed, het. Ik zit in de karretjes. Ik doe al zo. Okay. Is goed. Maak ik zo weer. Ja, tuurlijk maak jij dat weer. Ik denk dat dit een beetje gebaseerd is op de Wonderworld bij ons in het park. Dat zou heel goed kunnen. Je had wel misschien het station een beetje kunnen aankleden, want over het algemeen zijn er alleen muren en een plafond. Het is een beetje hè? Kaal, maar ja. Ja, zeker. Maar ik hoop dat de attractie in ieder geval gewoon wat meer gedecoreerd is. Nou, we gaan hier naar binnen. Oh, heb je de brandjes. Chat aan? Ja. Oh, welkom in Fantastic World. Maak een reis langs betoverende wereld. Fijne rit. Oh, zo, oké. Okay. Ja, het stond een beetje krom neer, maar oké. Okay. We komen in een sterrenhemel. Ik denk dat dit een soort van... Ja, gewoon een heelal wordt, hé? Een soort, we zitten gewoon hier in de ruimte, ja, jongen. Oh, en we komen aan bij de eerste droom. En dat is... Hallo! Het is Kermit. Kijk eens. Oh god, overal kikkers. En kikkertjes die kwaken, hè? En zo kan je een beetje kwaken, hè? Zo? Oh jee. Nou, jij bent aangenomen, hoor. Jij bent aangenomen. Ik hoor het alweer. Ja, mooi zo. Ze doen ook van die moerasgeluiden. Als je in de moeras loopt, hoor je ze altijd. Hoor je die hele lage, hè? Nou, ze zijn wel lekker bezig hier, zie je dat? Lekker een beetje bij de fontein. Lekker een beetje bij het water. Een beetje aan het chillen. Misschien zijn ze aan het vissen. Lekker chillen bellen. Ze zijn gewoon de hengel vergeten, zie je dat? Oh, die heb jij trainen? Ja, kijk eens. Hoppakee. Misschien kan je een visje pakken. Ik denk dat je nu de laat bent, want we komen in de volgende scène. Ja, dan gaan we. Hoppakee. Maar er is misschien nog meer water dadelijk. Oh, we gaan naar boven. De grootste boom. Ja, de grootste boom. Met een aapje. Nog een aapje. Oh. Kijk eens. Twee aapjes in de boom. En dan gaan we hier rond de boom. Leuk gedaan trouwens. En dan gaan we naar beneden, gaan we langs het gras, we gaan zelfs door het gras heen. Nog steeds langs de boom en dan komen we aan bij de volgende scène. Hoppakee. En nog een aapie. Hallo, dag meneer de aap. We komen allemaal bij dieren. We komen eerst langs kikkers, dan langs aap en nu langs Stitches. En Stitches is gewoon Stitch-strand. Welkom in het onderwaterland. Oké, hier zit Stitch en hier moet je sowieso een visje gaan pakken hoor. Ja, ik ga eens even kijken of het gaat lukken. Ja, dat moet gaan goed komen. Ik zal wel zeggen wanneer die onder water gaat. En... Ja. Nee, ik denk niet dat hier vis zit. Er zit niks, nee. Oh, kijk nou, we gaan echt langs watervalletjes hier aan de zijkanten. En dan komen we aan bij een ander land. En dat is volgens mij een sneeuwland. In plaats van Anna en Elsa staan hier Mickey en Minnie. De sneeuwwereld. Gezellig. En goed dat de glowstone een soort van niet voorverwarmt. Het is gewoon ledverlichting, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat moet wel. En een gezichtje zelfs van ijs. Oh, leuk. Ah, gezellig. En er ligt ook goud in de mijn daar. Ik weet niet of het een soort mijn moet voorstellen. Een sneeuwmijn misschien. Probeer je nou dat goud te pakken. En dan komen we in de volgende scène. Misschien wel waar Dagobert zit. Welkom in de schatkamer. Oké, dit is een schatkamer. Heel random eigenlijk. Ik geloof dat daar een soort van uitgang is. Zo lijkt het erop. En dan komen we in nog een scène waar de aap is. Misschien komen alle karakters wel bij elkaar. Ja hoor. Ik zie Mickey, Stitch en Kermit en meneer de Goudsmit. Leuk, gezellig. Grappig. Staan ze hier in de ruimte. Ik vind het wel ik vind het leuk gedaan. Gaan. Okay. En dan komen we in nog een scène, maar ik denk dat dat de uitgang is. En dan lopen wij in ieder geval hier richting het einde. En hier kunnen we nog een sneak peek krijgen van de attractie. Mochten de mensen niet durven, dan kunnen ze altijd even gaan gluren natuurlijk. Oh, dat is het inrangeren. Ja, ik deed mijn vinger op slot. Oké, hoe komen we nou weg hier zo? Oh, via een trappetje. Ik kom achter je aan. Zo, we hebben in ieder geval de eerste attractie gedaan. En dan gaan we op naar de volgende die we tegenkomen. Ik ben erg benieuwd. Er waren 5 attracties, nu nog 4 te gaan. Even kijken hoor. Ik zie daar een achtbaan. Ze hebben nog een dark ride. Gezellig. Hier komen we bij Boekie. Ja, wat jij wil. Oh, er staat nog trouwens een fout 3. Er is daar een fout aan die kant. Wat is er fout aan? Ik zie een fontein en die gaat... Wat is er mis met die fontein? Is er iets mis mee? Is hier een fout? Ik weet het niet. Oh, je kan er niet in. Maar sowieso dat het water helemaal omhoog gaat misschien. Misschien is dat wel het idee. Dat is het niet die stroomt. Torch hier of zo? Ja, misschien ook, ja. Fout nummer 3. Oh, die torch misschien, ja. Dat het een bloem is, een andere bloem. Oh, oké. Nou, dan gaan we hier kijken. Wat is dat? Maak je mooiste dromen waar. Make your dreams come true, Walt Disney. Kip is lekker. Fout 4, maar er staat touw. Toef 4. Toef. Oh, okay. Ik zie een vliegende kat. Een vliegende kat? Oh, ja. Dat is misschien wel zo'n op zo'n tapijt. Misschien een soort een vakieren idee. Kijk, komen we hier onder een... Hebben we nog meer foutjes? Ja, sowieso hier ook. Dat daaronder vind ik een beetje apart. Misschien is dat... En er staat wat in de boom. Een fout nummer 5. Een prullenbak in de boom. Oh, dat hoort volgens mij niet. Nee.
Ach, ik vind het wel origineel gedaan, dat we eigenlijk dingen moeten zoeken in zo'n park. Dat heb ik weinig gezien in de plotwerelden. De mysterieuze university, oftewel de mysterieuze school, denk ik. Universiteit. Ja. Nou, en hij gaat het inrangeren en alles doen. Dan gaan we even wachten. Oh, de hekjes staan hier al open, de eerste hekjes, maar de tweede deur is nog gesloten. Even staan een bordje pakken hoor. Leg je spullen maar in je kluisje. Oké, okay. Dus ik krijg een kluisje. Heb ik een sleutel van je gekregen? Deuren open. Ja, hoi. Oh, hoi. Kluisje 1, 2, 3, A, 4, 8, 9. Verboden toegang. Hier mag ik denk ik niet in. Hé, ga weg. Hier mogen studenten niet komen. Deze machine zorgt voor de hele school. Stel voor dat... Een lift, wat zou dat betekenen? Oké, dit is een soort lift-idee of zo. Ja, deze deuren mogen denk ik ook open. Van een soort lift, denk ik. Wacht even, hier is een soort van show. Een showtje? Eerste keer start show. Oh, gaaf. Wow. Kijk nou. De machine gaat in werking. Deze machine zorgt voor de hele school. Oké. Okay. Dus misschien als het fout gaat en deze machine werkt niet meer, dan wordt het gewoon een groot probleem natuurlijk. Oh, er komt vuurwerk uit. Oh jee, dat is niet goed. Oh jee. De deur is open trouwens, een van de deuren. Ik ga er doorheen. Ja. Zo. En ik kom aan bij twee hokjes. Oh, het is een soort vrije valtoren, joh. Dat is gaaf. Ja, ik heb hier licht aan, lift bezig. Mensen laten instappen. In de kar te staan bij vertrek. Oké, ik wacht op de kartjes. Staat er een kart? Nee, er staan geen kartjes. Oh, dan moet ik inrangeren. Ja, komt u maar met inrangeren. Ja, er komen kartjes en ik zit erin. Yes, komt u maar. Ja, kan ik hem starten? Ja, u mag hem gaan starten. Oké, ik ga naar boven toe. Dit is een heel mooi systeem, goed werk. En ook een random sandstone blokje eigenlijk. Dit is een sandstone, die andere is smooth sandstone geloof ik. En een mooi raampie. En we zijn nog niet helemaal bovenaan. En Hessel zit ook gezellig bij mij. Ja, ik wil ook even kijken. En dan gaan we verder omhoog. Kunnen we wat meer van het plot zien misschien. Ik zie daar nog een vrijvaltoren in de verte trouwens. Oeh. Oeh, dit is vet. Wee. En dan gaan we naar beneden. Wee. Oh, en dan stoppen we weer eventjes. En dan gaan we verder. Oh, dit is tof gedaan hoor. We gaan nog steeds naar boven. Dit vind ik al origineel gedaan. Heel goed systeem. Leuk die voorshow ook. Had ik niet verwacht. Alleen misschien had de afwerking hier binnen misschien nog wel wat meer wat groter kunnen wezen. Want ik vind de toren ook vrij smal. Maar op zich is het gewoon een duidelijke attractie. Het draait erom dat je gewoon lekker door het glas kan kijken en kan genieten van het uitzicht. En we zien ook een soort Simba coaster in de verte. Daar was ook een attractienaam voor, hè? Dit was hem. Dat was hem, ja. Oké, nou ja, de deurtjes moeten eigenlijk open. Ik wil ze niet slopen, dus ik zal hem eventjes een soort van doorheen gaan klitsen met mijn kompas. En dan komen we bij de uitgang. Is dit de uitgang? Ik denk het wel. Ja. En mijn Olaf-ijsje is nog steeds niet gesmolten, Hessel. Nog steeds niet. Ja, die mijn ook. Oké. Hij leek wel erg op Olaf. We gaan naar de volgende. Misschien kunnen we ook een fout vinden tussendoor als we de andere attracties bezoeken. Zullen wij hier richting hier gaan? Dit is de Vrije Valtoren. Richting de achtbaan. Dat vind ik ook wel tof. Oké, dit is de achtbaan. En dit is de Dual Wooden Coaster. Maar er staat Duur. De Duur Wooden Coaster. Oké, en dan de ingang en de uitgang. Gaat u zoeken. Dan gaan we eens even kijken waar is de ingang dan. Ik denk dat dit bordje dadelijk open gaat. En wederom weer, ik vind het jammer dat er geen raampjes aan de zijkant zitten. Er hadden best wel raampjes ingekund. Want ik denk dat Hessel dat wel zou kunnen doen. Wacht even, ja, ik zie het. Het is helemaal een beetje kaal hier. Dus je zou makkelijk hier gewoon eens even een raampje kunnen doen. Bijvoorbeeld zoiets als dit. En zoiets. En Je kan naar binnen hoor, meneer. Ja? Oké, ik kom eraan. Zo, en dan hier een grote raampje of zo, weet ik veel. Je kan een beetje variëren, maar dan ziet het er gewoon wat leuker uit, denk ik. Er zijn allemaal barriers. Dus ik probeer er even doorheen te gaan. En dan zal ik een eentje netjes terugplaatsen weer. Hoppakee. Ik kom door een soort van mijn, onder de achtbaan door. Links of rechts, waar mag ik kiezen? Kies zelf maar. Oké, ik doe maar rechts, hier zo. Oké, dan ga ik denk ik zo meteen van de andere kant. Ja, is goed. Oké, ik ga vast zitten in het stoeltje. En dan heel veel succes. Hessel, ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ja. Erin tippen, ingang. Yes. Het poortjes heb je al. Ja. In ieder geval met die raampjes. Ik kan zelf kiezen wie gaat winnen. Oh, mooi. Nou, kies maar wat. Even kijken. Oh, jij zit bij rechts. Oh, ja, dan weet ik het alweer. Ik heb letterlijk niet gekeken. Dus... Nee, oké, goed zo. Ik zag het. Maar in ieder geval die raampjes, moet je kijken hoe leuk dat er al uitziet. In ieder geval gewoon door wat minder, gewoon meer te variëren ook. En gewoon wat objecten binnenin te zetten, zoals kistjes, crafting tables. Maakt het veel leuker zo'n station, want ik vind hem niet echt mooi afgewerkt. Als we dit vergelijken met de ingang van de tower, die tower attractie. Was dat machine ding, was echt fantastisch. Hello. Ook weer onrealistisch dat we eigenlijk hoger gaan dan de optakeling. Dus ik snap niet hoe die aan die snelheid kan komen eigenlijk. Maar het idee is leuk. Wow, we gaan heel hard nu. Lekker vaartje. We kijken, we gaan nog harder zelfs.
Hoppakee. Ik weet nog steeds niet wie er gaat winnen. Dus... Nee, ik weet het ook niet. Ja, gaan ik heb niet gekeken, dus... Ja? Oh, maar je pakt wel mooi de binnenbocht, hoor. Ja. Oh, wacht, oh. Ja. Nee. Ja, ik heb gewonnen. Wie gaat winnen? Echt? Ja. Nee, allebei tegelijk, hoor. Nee, ik had gewoon... Oké. Maar het scheelt niet veel. Echt een paar millimeter, Hessel. Je hebt geluk gehad. Ik stond sowieso voor. Nee, groot geluk. Je hebt heel veel geluk gehad. Kijk of je een fout ontdekt onderweg. Ja, ik zie er eentje voor me staan. Jammer dit. Hessel? Ja? Je bent al een heel dag honing aan het eten, maar als er een vacature vrijkomt voor cabaretier, dan ga ik jou aanmelden, ja? Yes. Nee hoor, kom maar mee. Hoezo? En ik zie trouwens weer een bordje. Hey. Fout 1 staat daar, zie je dat? Ja, ik zie Oh, hem. Waarschijnlijk die Ender Chest, of wat is het eigenlijk voor een ding? Ender Portal. End Portal, oké. Okay. Oh, die heb je allemaal nodig om aan die zijkant toch in een kringetje ja, of zo? Ja, als je in de End wil komen. Ah, en wat was hier eigenlijk? Er staat nog iets voor het nieuwe park onderhoud. Oh, daar wil ik even kijken. Is er een nieuw park? Ja, oh, ik volgens denk mij is het tweede park. Wow, kijk daar in de verte, dat kasteel. Oh mijn god, dat ziet er vet uit. Maar dat hoort niet bij dit plot. En we moeten ons eigenlijk alleen maar focussen op dit plot. Maar dit is wel het tweede plot van Fantastic Land. Ik wil even kijken, het lijkt een beetje op een Halloween-achtig iets. Zoals je ziet, allemaal poorten zijn geopend. Of dicht eigenlijk. Binnenkort gaat het gebied open. Ziet er al heel vet uit. Ik zie een grote dark ride. In de verte ook nog een dark ride. En zelfs een heel eng pompoengezicht. Maar die hoort ook niet bij dat plot. Maar in ieder geval grote plannen voor Fantastic World Landing-achtig. Dan hebben we hier nog een attractie. TNT, allemaal TNT's. En dit is een soort van... Ja, Wreck-It Ralph, hè? Die bij ons staat in het park. Nou ja, moeten we die gaan doen? Geen idee, mag jij het zeggen. Oké. Okay. Ja, even een ritje, maak het uit. Oké, dan gaan we in de Power Shot. Want we moeten eigenlijk wel elke attractie doen. En dan gaat Hessel, hallo Hessel, ga jij lekker bedienen? Ik zie de Destroy aan en uit. Inrangeren, only crew. Al met Engels dicht en open. En, oh, daar komen karretjes. Kijk eens, ik kan Ja, ik kan ze duwen. Dat is niet goed. Dat is een test. Hè? Ik ben het eendetestje. Of het testeentje. Eendetestje. Ik weet niet wat er met die dingen gebeurt, maar start hem maar, Hessel. Ik durf je niet meer in, denk ik. Ja, ik weet niet wat. Ik zie hier een lever en een Haal me button. Alles over. Haal me alles over. Ik vind het allemaal eng hoe dit eruit ziet, want alles beweegt allemaal heel creepy. En nee, ik ga hier niet in, denk ik, Hessel. Ik doe dit niet. Ik ga dit niet doen, zo'n attractie. Ik ben weg. Hoppakee. Ik wil nog wel een keer in zo'n RC-racer in Disneyland Parijs. In de studio's hebben ze zo'n RC-racer. Daar ben ik nooit in geweest in zo'n attractie. Oh. Nee, nog nooit. Dus dat lijkt me leuk om een keer... Dat is een heel leuk dingetje, is dat. Oké. Okay. Een beetje airtime? Of nou, airtime niet. Een beetje die krachten voel je wel, die G-krachten? Ja, het is een beetje net als een schommelschip eigenlijk. Maar dan zit je niet met zo'n heupbeugel, maar echt met zo'n schouderbeugel vast. Oh, dat is grappig. Oké. Okay. En het is ook wel, gaat ook best wel hoog ook, geloof ik, hè? Ah, volgens mij, ik weet niet, 20 meter of zo, maximaal. Oké, okay. Dus, ik heb 5 seconden om in te stappen. Hè? Zo, kijk eens naar mij. Ik ga dadelijk van een dingetje af. Kijk, wiii. Leuk, hè? Ja, ik ging maar niet via de glijbaan, want die is een beetje vochtig, zoals je ziet. Ja, dat En ik heb ook nog hier zo'n treintje. Hoppakee. Oh, leuk. Allemaal donkere flitsen, joh. Moet je kijken. Wow. Ja, nu niet meer. Oh, ja, nu wel. Oh, ja, ik zie het, ja. Oké. Prima. Kan beter deze nemen, die is wat veiliger. En dan gaan we naar de laatste attractie en dat is de Speed Mountain. Er was ook een vraagje over in onze quiz die we deden in het begin. En dit wordt een hangachtbaan. Leuk geteamd ook. En vooral gebruik gemaakt van, behalve ja, cobblestone, geen slabs. Want dan heb je meer niveaus namelijk. Dus dat is een tip die we weer meegeven. En terwijl Hessel hopelijk dadelijk even het gaat inrangeren voor ons... Dan gaan we hier dadelijk genieten van deze achtbaan. Ik zie zelfs een Mickey-portretje. En daar staat een wachtrij kort en lang. Die kan je zelfs instellen. Attractie is geopend. En de speciale ingang is ook open op dit moment. Lukt het al? Wacht even, volgens mij ben je ergens anders. Ik ben bij een hangachtbaan hier zo. Ik ben bij een... Wat? Hè, waar ben jij? Ik ben ergens anders. Waar ben je ergens anders? Oh, en wacht, nu? Ik zie je. Wacht, ja? Ik tip okay. in. Oké, is goed. Oh, waar was jij dan? Was er nog een attractie dan? Of wat was aan ik zat in dat stenen gebouw hier. Oh, echt? Er was nog iets. Oké, nou, dan gaan we dadelijk eens kijken. Dan ga ik hier wel even in. Ja, prima. Nou, Hessel gaat er even in. En dan gaat hij in ieder geval reageren. Wacht, attractie open. Mensen laten instappen. We hebben een startbutton daar. Oké. Oh, je klikt lekker hier beneden. Die zag ik net niet. Lekker klikken. Verstopt zat hij, denk ik. Dat bordje, kan ik het zien? Nee, ik kan hem net niet zien. Nee, het bordje hangt ook hier. Daar komen de karretjes. Oh, kijk uit. Niet op het spoor staan natuurlijk. Pas op voor je voeten. Je mag hem gaan starten, Hessel. Ik zit klaar voor vertrek. Je kan zelfs 2 keer inrangeren maximaal. Oeps, verkeerde knop. Oh jee. Dat heb hij niet sloopt meer dan dat hij doet. Nee, geintje hoor.
Oké. Okay. Oh. Naast cabaretier is die ook nog een sloper. Nou, wacht, ik druk op. Jij hebt het gesloopt. Ik merk het alweer. Hij start niet meer. Oh, ik druk weer op de verkeerde knop. Oh. Oké, daar gaan we op. Oké. Nou, nog een cursus nodig, Hessel. Nee, we gaan eentje. Oké, we gaan hier omhoog. Kom je mee in de achtbaan? Ja, je hebt het wel verdiend. Oké, en klik er maar. Yes. Oké, dan gaan we hier omhoog. Met een mooie optakeling. Leuke kleurtjes. Zo geel met grijs. En dan gaan we daar met al die speeds. Dat komt allemaal wel goed. Ik ben benieuwd. Wee. Gaan die naar beneden? Schuimbochie. Oké. Mooie die heuveltjes over het water heen. Net vlak langs die rots eigenlijk. Hoppakee, ik hoor vuurwerk. En dat is het einde. Wow. En een mooie vuurwerk. Een beetje nucleaire kleuren eigenlijk. Hè? Dat wit met zwart. Of geel met zwart. Maar ook wederom weer het station heel kaal en heel saai. Je kan het echt een beetje opvrolijken. Ik pak gewoon maar een crafting table. Er zijn gewoon standaard dingetjes die je kan neerzetten. En je pakt het boek en kijk hoe snel we erover doen. We hebben dit serieus in 30 seconden aangekleed. Dat meen ik echt serieus. En zelfs met een team kan je dit echt wel heel leuk doen allemaal. Die kan je eens neerzetten en je kan deze daar neerzetten. En gewoon even random spulletjes. Oh ja, ik zie het. En kijk hoe het nu al eruit ziet. Gewoon een klein beetje. Misschien hoort het niet bij de teaming. Maar dit kan je allemaal doen in echt 15 seconden of zo. Of met 10 seconden delen. Ja, echt hoor. Het is allemaal, hier ook, kan je ook bijvoorbeeld even wat leuks doen hier. Kijk, kleine moeite en groot gebaar. Zo moet het maar even zeggen. Oké, we komen door de uitgang. En wat is hier? Kijk, hier was ik. Hier was ik naar binnen gegaan. Dat was, even kijken, de Oude Mijn. Volgens mij is dat de laatste attractie. Hier is het wel leuk aangekleed. Oké. Dus ze doen het wel, maar ze hebben het niet overal gedaan. Dit is dus een soort dark ride, denk ik toch nog wel. Helemaal onder de grond. We hebben nog gewoon één attractie vergeten. Ik zal even de spulletjes eventjes achterlaten, want die heb ik niet meer nodig. En dan kan Hessel in ieder geval inrangeren. Ik ben benieuwd of het een achtbaan wordt. Oh, hier of zit de knop. Ik zag de knop niet. Oh, het was een stone button zeker? Ja, stone op stone. En dat stone zie op stone, nee, dat zie je niet. Oké, er komt nog geen karretje. Misschien moet ik even geduld hebben. Maar ik zie nog niks wat wordt ingerangeerd. Als het goed is moet het daar vandaan komen, want ik zie daar een gat. Dus even wachten, Hessel. Ik kom eens even kijken bij jou in dat systeem. Even kijken, inrangeren. Ja, even kijken, maximaal 3 keer. Hoppakee. Gaat het lukken? Is er een systeem daar? Zal ik eens op het buttentje klikken? Ja. Hoppakee, gaat er iets aan of niet? Volgens mij hoort er wel te kunnen. Ja, ik zie niks aankomen. Ik zal die deuren verslopen. Ja, kan jij ze op een button klikken of een redstone-tje activeren daar? Dan komt er in ieder geval een karretje en dan kunnen we dadelijk vertrekken. Dus dit ziet er ook sowieso niet echt uit als een afgewerkte attractie. Maar ik ben benieuwd. En nu? En Hessel ging eventjes onder de grond kijken voor het systeem en toen heeft hij even wat dingen gefixt. En nu komt er een karretje, dus dit lijkt nog niet echt een afgewerkte attractie zo te zien. Maar ik ben benieuwd. We schieten naar voren en ik sta in één keer stil. Volgens mij is het een soort dive coaster. Je hebt geluk dat hij stil stond daar, Hessel. Wee! Komen we langs water. Oeh. Dit ziet er wel leuk uit. Maar dat is wel leuk aangekleed. Ja, dat wel weer. Beetje ik heb dirt me toch een beetje vergist inderdaad. Het ziet er wel leuk uit. Heel veel cobwebs hier ook. En wat prullenbakjes en wat crafting tables, wat chesten, wat cobweb. En natuurlijk wat diamanten en oors en emeralds. Weet ik het allemaal niet wat je ziet. Oh, dit ziet er ook leuk uit. Wat gaat er gebeuren? Gaan we naar achter? Oh, wat gaaf. Oeh, hey. Oh, dat is leuk. Dat vind ik gaaf gedaan dit. We gaan achteruit. Dat had ik echt gewoon niet verwacht. Oké, we staan nu stil en ik kan even achter me kijken. Oh ja, achter je. Oh, kijk nou. Kijk, het gaat van alles over. Oh, wat leuk joh. Dat is gaaf. Oké. Nou, stop, dat had ik even niet zien aankomen dit. Dit vind ik leuk. Gaaf. Oké, we staan nu ook stil. En de karretjes die zijn nu heen en weer aan het gaan. Ik weet niet of wij nu worden gelanceerd. Maar het lijkt er wel op dat het wel een soort achtbaan is. Want we gingen met een dive coaster idee gingen we naar beneden. Maar, wow, dat was gaaf. Hey, oh, dat god joh. Dat was vet. Oké. We zitten in een kamer. We staan nu stil en ik denk dat die lichtjes allemaal aangaan. Nee, die blijven donker. Oh. Wow. Toch een soort lanceerachtbaan. Moet je kijken, we zitten helemaal onder de grond. We gaan alle kanten op. Ik probeer naar alle kanten te kijken, inderdaad. Nou, deze vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Ik vond het echt een leuke rit. En hier op het einde een stukje hout. Oké, ik neem een stukje hout mee. En wat hebben we hier? Een zeldzaam stukje steen. We hebben ook nog een stukje kool. En we hebben ook nog een iron pickaxe. Ik heb een pickaxe genomen. Oh, leuk. Oké, hebben we nog wat souvenirtjes. Oh, je krijgt ook een fakkel uit de mijn. Oh ja, een fakkel uit de mijn. Inderdaad, een fakkeltje. Nou, daar hebben we alles gedaan. Volgens mij is er nog wel een kamer die we nog moeten doen. Dat is een gebouw op de hoek. Oh ja. Die hebben we nog helemaal niet gedaan eigenlijk. Even kijken hoe we daar komen. Gewoon even vliegen zo. Ik denk dat dat een soort crewhuisje is, denk ik. Even naar binnen.
De owner, de helpers zijn Jackboy Floris en Pro Gamer YouTube. En dan gaan we hier door met een trap omhoog. Ik zie hier ook wat deurtjes. Dit is de kamer van Jackboy. Nou, die is helemaal leeg. En hier hebben we een kamer van Pro YouTube Gamer. Die is ook leeg. Volgens mij is het gewoon een heel leeg pand. En dit kan je die gewoon lekker huren. En de kamer van Floris, die staat wel een beetje vol met Mickey posters. En de kamer van Marnix is wel vol. Oké, dan kom ik even kijken. Marnix is ook de bouwer. Ik kom trouwens niet meer... wacht, hier is de deur. Het was even zoeken. En bovenaan is Marnix. Die kamer hieronder zit trouwens ook nog wel wat ingevuld. Maar ook nog wel een beetje kaal, vind ik. Ik heb mijn twijfels of het plot wel echt helemaal is afgewerkt. Over het algemeen wel. Attracties zagen er goed uit. Alleen, er kon hier en daar nog wat meer gebeuren, denk ik. Vooral voor zo iemand die dan helemaal reclame maakt voor zijn website en alles groot aanpakt. Mocht hij het park iets meer aandacht geven, vond ik. Vond je niet, Hessel? Klein beetje wel, ja. Ja, het was iets een beetje te kaal. Hier ook nog een beetje kale plekjes daar zo. Het is allemaal een beetje te snel afgeraffeld, voor mijn gevoel. Maar ik kan het mis hebben. Hessel? Ja? Al met al vond ik dit wel een heel leuk plot. Want ik heb namelijk ook een stukje hout. Ik heb een zeldzaam stukje steen. Ik heb een stukje kool. Ik heb een pickaxe. Ik heb een fakkel uit de mijn. Cool, en die pak jij nu allemaal af? Ja, nu heb ik het allemaal. Nou, hou ze maar lekker bij, want dan heb ik een lege inventory. Wat ik alleen nog wel wil afgeven, dat is namelijk dit gouden blokje. En die gaan we bovenop Marnix zijn hoofd zetten. Of op zijn naam. Och, met de button erbij, ja, inderdaad. En de fakkel. Zet hem er gewoon, ja, vind ik wel. Die moeten wel bij, vind ik. In ieder geval, bedankt voor het opsturen van jouw plot. En volgende keer gaan we verder met een nieuwe plot in volgende week, hè, weer, Hessel. Ja, daar zijn we er weer, hè. Jazeker, jazeker. Nou, en doe vooral een duimpje omhoog. En vooral voor Hessel een goede grap. En tot de volgende keer. Doei, doeg. Hoi. Anje. Anje. Anje, zo, hè, zo. Hessel, vond je het leuk? Ja. Ja, heb je een hele kinderen. Ja.